Vandaag ben ik hier met een video waar ik jullie uitleg ga geven over hoe je een Discord-bot kunt maken in deze introductievideo. Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgian Games. En vandaag ben ik hier met een nieuwe tutorial, oftewel een nieuwe serie, hoe maak je een Discord-bot. Ik had aan jullie gevraagd, wat zou ik doen, een PHP-video of een Discord-bot-video? En jullie hebben met 75% gestemd op een Discord-bot-introductievideo. Dus daarom ben ik hier vandaag met, hoe maak je een Discord-bot. Wat heb ik nodig om een Discord-bot te kunnen maken? Discord, dat is het voornaamste om te kunnen gebruiken, maar dan ook Node.js. Node.js is een JavaScript-platform, dus we gaan onze bot in JavaScript gaan schrijven. Ken je JavaScript nog niet? Geen paniek, ik ga het jullie proberen zo goed mogelijk uit te leggen. Nu Jens, wat kun je juist met Node.js maken? Ken je Netflix? Netflix is in Node.js gemaakt. Jawel, je kan dat ermee maken. Node.js of JavaScript, je kan er heel veel mee. Plus, je kan er ook zoiets mee maken als ik heb gedaan, Risk. Ik heb ooit Risk moeten maken voor school. Je kan dus Risk maken op de Google Maps map met allemaal verschillende kleurtjes. Het is veel te veel code, dus dat ga ik jullie niet laten zien. Wat hebben we ook nog nodig? Dat is Discord.js. Nu heb je niet specifiek nodig, maar we moeten het wel gaan installeren, maar daar kom ik straks bij. Plus, ik maak gebruik van Visual Studio Code. Dat is eigenlijk het platform dat ik gebruik om te kunnen programmeren. Je mag ook Notepad++ gebruiken, maar ik raad deze aan. Je klikt er gewoon op Download voor Windows en hij haalt de Windows versie af. Of voor Mac en dan nog Linux heb je ook nog. Dus ja, dat zijn eigenlijk alle dingen die je nodig hebt. En we gaan beginnen met de Node.js eventjes af te halen. Hoe doe je dat? Heel eenvoudig, je klikt oftewel op de latest, oftewel op de current. De latest versie is de meest stabiele versie, dus die raad ik aan. Klik hierop en dan haal je hem af eigenlijk voor jouw Windows toestellen. Je hebt ook nog voor de andere, ik denk dat het voor iedereen is bijna dat deze versie kan. Dus je kan het ook als Mac afhalen. Als je dit hebt afgehaald, moet je gewoon het installatie eventjes gaan volgen. De installatie is heel makkelijk, is voornamelijk op next, next, next klikken, dus daar is niks moeilijk aan. Als je dat hebt afgehaald, dan gaan we een opdrachtenprompt gaan openen. Een watte? We gaan eventjes naar onze zoekbalk, we typen cmd, een comment prompt, oftewel een opdrachtenprompt. We klikken op enter en dat opent zo een zwart schermpje. We typen hier npm in. Als dan bij jou niks komt of er komt een commando of er komt iets op te staan van dit commando is niet herkend, geen paniek, ik ga het jullie direct gaan uitleggen. Dus hoe kunnen we ervoor gaan zorgen dat het npm commando gaat werken, wat mee wordt geleverd met Node.js? Npm hebben wij nodig om straks eigenlijk ervoor te laten zorgen dat onze bot werkend is. Dus wat moeten we doen? We gaan naar deze pc, dus deze pc. We klikken rechtermuis op ergens in het scherm op eigenschappen. Er gaat een ander scherm open, bij mij is dat de Windows 10 en 60 GB blablabla. Bla bla. We gaan naar geavanceerde systeeminstellingen. Het opent een nieuw kaartje en je klikt erop omgevingsvariabelen in het vakje geavanceerd. En dan vervolgens gaan we hier op Path gaan staan. Dubbelklik en hier moeten we een nieuwe gaan toevoegen. Wat gaan we gaan toevoegen? We gaan het commando npm eraan gaan toevoegen. Nu, ik weet niet als je het zo kunt zoeken. Ja, blijkbaar wel. Dus we gaan eventjes rechtermuisknop bestandlocatie openen. En dan zien we dus dat we niet in de juiste file zijn gekomen. Dus dat klopt niet wat ik zeg. Dus hetgeen wat we eventjes gaan doen is het volgende. Of ik ga het jullie gewoon eventjes laten zien waar wordt het opgeslagen. Het wordt altijd opgeslagen bij app, data, roaming en dan npm. Als je gewoon als je Windows toets R typt, dan kunnen we naar appdata% gaan. En dan komen we automatisch bij het npm gedoe. Dus hier staat ergens npm. Tussen, ja, hier zie je het, npm staat hier ingesteld. Je hebt dus opnieuw geklikt, dan ga je dat hier inzetten, dus hetgeen wat hier staat, en dan op oké, en dan kan je dit allemaal sluiten. Als ik dan heel eventjes npm terug opnieuw doe, dan gaat wel het commando gaan werken. Werkt het nog niet, dan moet je eventjes je opdrachtenprompt sluiten en terug openen. Oké, dat is helemaal Node.js geïnstalleerd en npm geïnstalleerd. Trouwens, nog één dingetje. Het is eigenlijk ook nog een beetje door iemand anders aangevraagd, namelijk Officieel Ferdy. Hij wou een shout-out hebben, omdat hij het deels mee heeft aangevraagd. Dus een shout-out naar jou. Oké, ik ben eventjes terechtgekomen op mijn vol bureaublad en we gaan hier eventjes een nieuw mapje aanmaken. Nieuw map en ik ga dat eventjes Discord bot YouTube noemen. We gaan eventjes in dit mapje gaan en we gaan hier boven op het balkje staan en we typen cmd. Dit gaat een opdrachtenprompt gaan openen in dit bestand, wat we eigenlijk wel nodig hebben.
Dus het volgende wat we gaan doen is heel eenvoudig. We gaan hier een commando gaan intypen, zodat we ons project kunnen gaan aanmaken. Hier typen als volgende npm init. Dat is initialiseren. We gaan het project gaan aanmaken. Deze gaat ervoor gaan zorgen dat we soms een beetje tekst gaan krijgen. Hier kunnen we een naam meegeven. Standaard is dat de mapnaam, maar ik ga het heel eventjes YouTube tutorials noemen. Ik ga mijn bot, of ja, ik ga het mapje YouTube tutorials gaan noemen. Enter. Versie 1.0.0 is goed. Een beschrijving. Een YouTube. Of ja, gewoon een bot. Je kan er kiezen wat je wilt. Entry point is index.js. Vanaf blijven, gewoon op enter duwen. Test comment, ook vanaf blijven. Git repository, ik ga het nergens gaan opslaan op Git. Keywords, ja, we kunnen keywords gaan toevoegen. Bijvoorbeeld YouTube. Bot. Met een comma kun je keywords toevoegen. Auteur, dat ben ik, dat is Jens. Dus ik ga het even met hoofdletter doen. Licentie is ISC genoeg, gewoon op enter klikken. Is dit oké? We gaan even nakijken, dat is voor mij oké, dus ik typ yes en we klikken op enter en we gaan hier een package mapje te zien krijgen, of ja, een package bestand. Oké, we hebben al een bestandje in onze Discord-bot, maar we hebben de Discord-bot zelf nog niet. En dat komt omdat we eigenlijk discord.js eventjes moeten gaan binnenhalen. En dat doe je als volgende, eigenlijk heel makkelijk, npm install, dus zoals je kunt zien, npm install. Dan doen we streepje streepje save, zodat we het gaan opslaan. Eigenlijk op onze computer, maar ook in die bestand. Dus bestandmap. Npm install streepje streepje save. En dan doen we Discord. Dus, hallo. Discord.js. En dan zie je Discord.js. We klikken op enter. En deze gaat de hele library, dus de hele bibliotheek van Discord.js gaan afhalen. Oké, we zijn een paar minuutjes later. Ik heb eventjes een backup van mijn andere PC moeten halen. Deze PC heeft de laatste tijd een paar problemen met iets op, van het internet af te halen. Dus ja, maar ja. Dus eenmaal als alles afgehaald is, als je dat hebt gedaan, kan je dat sluiten. En zie je hier node modules, package en package lock. Dat zijn eigenlijk de bestandjes die je allemaal hierin te zien krijgt. Vervolgens gaan we dit eens gaan openen in Visual Studio Code. Dus ik heb Visual Studio Code al geopend en ik klik hier eventjes op File en ik ga dan Open File doen. Of ja, niet Open File, ik ga Open Folder klikken. Bij Open Folder ga ik het bestandje gaan zoeken waar ik het heb gezet. Dus dat is Discordbot YouTube en Map selecteren. Dus we gaan het eventjes gaan openen en dan hebben we hier Node Modules, Package Lock en dan Package JSON. Dat zijn eigenlijk onze dingen die er al in zitten. Vervolgens gaan we twee bestandjes eventjes gaan bij aanmaken. Dus ik klik hier op Nieuw File en ik ga deze de index.js noemen. Index.js. Hier gaan we onze code gaan schrijven van de bot. Vervolgens ga ik nog een file gaan bij aanmaken en dat is de bot config. Dus we hebben bot config.json. Dat is eigenlijk onze configuratie. Hier gaan we dingen gaan inzetten, zodat we onze bot kunnen gaan configureren. In de JSON-file gaan we twee veldjes gaan toevoegen. En dit is eigenlijk de configuratie van de bot. Dus ik heb twee van die mustaches, zo noem ik ze eventjes gezet, dus van die gekrulde haakjes. En hier ga ik eventjes het volgende typen. Ik typ weer token, dubbelpunt en dan van die gewone, ja, van die dubbele quotes. En vervolgens ga ik hier ook nog heel eventjes de prefix hierin gaan zetten. Dus prefix, dubbelpunt. De prefix is wat ons commando, dus voor ieder commando gaat een uitroepteken komen. Zoals je hier kunt zien, prefix, dan hebben we ons uitroepteken. Dat hoef je hier niet in te zetten, maar het is iets makkelijker om het in één file te hebben, zodat je het makkelijk kunt aanpassen. Nu, de token gaat er eigenlijk voor gaan zorgen zodat we een connectie kunnen maken met Discord. Hiervoor moet je naar de volgende link gaan. Het staat hieronder in de beschrijving. Dat is de discordapp.com developers. Hier kunnen we naar My Apps gaan. Bij My Apps, als je daarop hebt geklikt, moet je je eerst eventjes gaan aanmelden. Ja, ik heb dubbele verificatie. Ik wil niet dat jullie zomaar achter mijn ding komen. Oké, hier moet je een paar dingetjes gaan doen. Als eerste, bij jullie gaat er misschien geen bot staan. Maar vervolgens klik je hier op Nieuw App. Die gaat je naar een ander scherm brengen. En hier kan je je naam geven van jouw app. Dus van jouw bot eigenlijk. Of ja, ja, zoiets. Ja, van jouw app eigenlijk. Dus ik noem dat eventjes YouTube bot of zo. Maakt niet echt uit. We kunnen een icoontje bij toevoegen. We kunnen beschrijving bot voor YouTube video's. Weet ik veel nog wat. En we klikken op Create App. Dus deze gaat de app gaan ontwikkelen en dan hebben we twee dingetjes nodig. Het client ID is heel handig om te onthouden, maar hieronder heb je nog het volgende nodig. We moeten als eerste een bot user aanmaken.
We klikken erop, yes, do it. En dan zien we hier een token. Dit is de token die we nodig hebben om ervoor te gaan zorgen dat deze in de server kan gebruikt worden. Geen paniek, ik verander de token straks na deze video. Je neemt dus deze token, je gaat dan eventjes terug naar hier en dan ga je hier de token gaan inzetten en eventjes gaan opslaan. Dus hier hebben we nu de token eventjes ingestoken bij de botconfig.json. Vervolgens moeten we de bot gaan laten joinen in onze Discord eigenlijk. En dan daarvoor hebben we ons client ID voor nodig. Je gaat naar de volgende link en de volgende link gaat een unknown error geven. Dat klopt, want hier van boven staat er, ik weet niet of jullie kunnen het zien, hierboven staat authorize client ID en hier staat client ID. Dus hier moeten we ons ID gaan invullen. Dus we kopiëren dat ID. Ik ga dat hier eventjes gaan inplakken. Ik klik erop enter en dan krijgen we add a bot to a server. Ik wil mijn testserver TGB waar ik in zit en ik klik op autoriseer. Ik ben geen robot en dan gaat hij normaal. Zoals je hier ziet, zie je hier dus de YouTube-bot. Dat is dus eigenlijk onze bot die binnen is gekomen. Want hij is juist lid geworden van deze server. En je kan deze twee eigenlijk allemaal afsluiten. Oké, dat hebben we gedaan. Dan gaan we nu eens een keertje aan de bot gaan beginnen. Ik ben hier aangekomen bij index.js. En hier gaan we eigenlijk eerste bestanden van Discord moeten gaan binnenhalen. Dus hoe doen we dat? Dat doen we als volgende. Constant. Oh, dat is niet met hoofdletters, maar dat is const. Van een constante. We gaan een constante variabele gaan aanmaken. Ja, constante variabele. Constante aanmaken. En dat is constant Discord. Constant Discord is require. We hebben het nodig. En wat hebben we nodig? We hebben de Discord.js nodig. Zoals je hier dus ziet, ik gaf het mij automatisch aan tussen dubbele quotes. Nu, dat is niet het enige wat we moeten hebben. We moeten ook onze configuratie eventjes gaan binnenladen. En dat doe je met const. Dan kunnen we dat botconfig. Dit is met de lower camel case. Dat betekent starten met een kleine letter. En de rest van de woorden moet starten met een hoofdletter. Dat is altijd heel goed, want dan kun je weten, ah, dat is bot en config, dan kan je het heel makkelijk uiteenhouden. Dat is require, en hier moeten we iets speciaals gaan doen, dat is puntje, dan een slash, en dan zien we node modules, maar dat hebben we eventjes niet nodig, we hebben de botconfig.json nodig. Dan beginnen we eens een keertje met de rest. Dus als eerste moeten we de bot eventjes gaan aanmelden, zodat hij aangemeld is op de Discord. Dus zoals je hier ziet staat hij offline, maar we moeten hem gaan online krijgen. Dus als eerste moeten we een nieuwe bot maken. Dus dat doen we met const bot is nieuw en dan typen we eventjes Discord. En dan moet ik even kijken. Discord. Client en dan haakje open, haakje dicht. En dan hebben we een bot aangemaakt. Dus dat is heel makkelijk. We creëren een nieuwe cliënt of een nieuwe client. Als eerste ga ik eventjes helemaal naar onder en ga ik hier één dingetje gaan aanpassen. We typen bot.login. Dan gaan we eigenlijk de bot gaan aanmelden op Discord. En wat heeft hij nodig? Hij heeft die token nodig om te kunnen werken. Nu, dit is dan de configuratie, dus dat is botconfig.token. Die moeten we gaan inladen. Oké, dat hebben we nu al eventjes gedaan, dus de bot kan zich al gaan aanmelden. Maar ik wil ook zien dat hij zich heeft aangemeld. En dat kunnen we doen met een heel simpel berichtje. Dat is als eerste bot.on. Bot.on, dat betekent van we gaan eens gaan luisteren als er iets gebeurt. En voor wat moeten we gaan luisteren? Heel eenvoudig, als hij klaar is. Is de bot ready? Dan doe iets. En wat wil ik gaan doen? Ik wil eventjes iets gaan laten tonen. We gaan hier async gaan schrijven. Dat is asynchroon, zelfs leg ik het jullie nog uit. Haakje open, haakje dicht. Dan zo een pijl. En dan van die moustaches. Dus nu hebben we eventjes heel rare code geschreven. Wat betekent dit allemaal? Async betekent asynchroon. Dus hij gaat eigenlijk op de achtergrond gaan bollen. Ook al is er iets bezig op Discord, hij weet en hij blijft maar werken en hij gaat maar telkens gaan zoeken. Dus het is asynchroon gaan werken. Hij gaat gewoon op een andere module gaan draaien. Dus hij bolt op de achtergrond verder. Dan hebben we het pijltje en dit is een lambda-expressie. Oftewel, zoals ze het in het Engels noemt, een arrow function. En een arrow function of een lambda-expressie gaat eigenlijk op de achtergrond eens gaan draaien. Is dit klaar? Doe dan dit. Wat willen wij zien? We willen het volgende zien. We gaan console log doen en we gaan heel eventjes het volgende doen. We gaan van deze rare backticks gaan gebruiken. Dat zijn van die ticks. Hoe krijg je die ticks? Dat is langs je enter. Ik heb een Frans toetsenbord, dus dat is moeilijk om te laten, moeilijk om te zeggen. Maar dat is, ik probeer het te laten zien. Dat is die toets.
Ja, het is moeilijk om zo te laten zien. Maar je drukt op die toets en dan krijg je van die back tokens. Eventueel zet ik ze hieronder in de beschrijving, zodat je ze kunt kopiëren en plakken. Wat gaan we gaan doen? Ik wil de bot zijn naam hebben. Dus ik doe $teken van die moustaches, van die gekrulde haakjes. Bot.user en dan de username. Dat is eigenlijk de naam van de bot. En die wil ik zetten is online. Bijvoorbeeld dat. Dus ik ga hier eigenlijk de gebruikersnaam van de bot gaan nemen. En dat doen we met het $teken, zodat we eigenlijk inline, dus in de tekst zelf, hier ja, dingen kunnen gaan oproepen. Oké, dat hebben we gedaan. Dus het volgende wat we moeten doen is de bot gaan starten. Ik ga hier in het bestandje bij de Discobot YouTube, ik ga hier op gewoon eventjes een bestandje rechtermuisknop klikken, open in Common Prompt. Deze gaat automatisch een opdrachtenprompt, een CMD, gaan openen in Visual Studio Code. Nu, omdat we in een verkeerd mapje zitten, ga ik eventjes cd... Dan gaan we in het hoofdmapje en hier moeten we het volgende gaan typen. We willen de bot eventjes gaan opstarten, dus we typen node index.js. We klikken op enter en ho, ik heb een unexpected token. Er was niks fout, mijn Node.js was gewoon niet geüpdate. Dat verklaarde de fout op het begin. Ik heb eventjes Node.js geüpdate en hier zien we node-index.js, YouTube-bot is online. En je ziet dus dat de YouTube-bot online is. Dus alles werkt, we krijgen een berichtje hier en onze bot werkt. Maar hij doet nog niks. Ik wil, en dat heeft officieel Ferdi ook aan mij gevraagd, had, ik wil zien dat deze bot iets aan het spelen is. Hoe doe ik dat? Heel eenvoudig, we gaan bij de bot.onready het volgende gaan schrijven. Bot.user, ik wil eigenlijk de bot zelf hebben. En ik wil hier setActivity gaan hebben. Bij de setActivity gaan we de activiteit van deze bot gaan zetten. Bijvoorbeeld, deze bot is iets aan het testen, dus testing. Maar hij is het aan het spelen. Dus we gaan van deze moustaches nemen en we kunnen playing, streaming, listening, watching meegeven. Nu, hij is het type, dus type dubbel punt. Hij is aan het spelen, dus dat is playing. Playing en dan van achter punt, comma. Ik heb het eventjes opgeslagen met Ctrl-S. En wat is nu heel vervelend, we moeten dit met Ctrl-C telkens afsluiten, terug opnieuw het commando gaan typen. Ik vind dit heel vervelend. Ik wil eigenlijk dat ik gewoon Ctrl-S moet typen en het wordt geüpdate. Hoe doe ik dat? Daarvoor moeten we eventjes iets extra gaan installeren. We gaan het dus uit met Ctrl-C, dus als je Ctrl-C hebt getypt, ga je uit je programma. Dus gaat hij uit de service. En dan typen we het volgende. npm npm install, streepje, streepje, save, streepje, dev, van development. Het moet alleen maar in development gebeuren. En dat is Nodemon. Nodemon is eigenlijk een programma wat ervoor gaat zorgen dat eigenlijk dat wij niks hoeven te doen. Wij slaan gewoon op en hij stuurt het automatisch uit. Dus dat is fantastisch aan dit programma, of ja, programma. Dat is fantastisch aan deze module. Nu, deze is volledig geïnstalleerd, zoals je dus kunt zien. Ik ga eventjes het scherm leegmaken. En er is nog één dingetje. Het gaat nog niet volledig gaan werken. Dus daarvoor moeten we nog een paar dingetjes aanpassen. We gaan naar de package.json. We gaan hier achter bij scripts. Ik zit bij scripts bij test een comma zetten. En ik ga hier het commando start typen. En het commando start moet eigenlijk het volgende gaan starten. Gewoon Nodemon. Deze moet Nodemon gaan opstarten. Vervolgens ga ik hier naar onder in onze CMD. Ik typ npm start. Ik klik op enter. Na een tijdje gaat Nodemon opstarten. Watching node index.js, YouTubebot is online. YouTubebot is online met speeltesting. Als ik nu iets aanpas, bijvoorbeeld speeltesting. Nee. Ik heb opgeslagen, YouTubebot is online. En dan gaat eventjes moeten we wel wachten, want het update soms niet heel rap. Maar zoals je dus ziet, ik heb een update toegepast. En ik sla gewoon op. En een Nodemon gaat ervoor gaan zorgen dat onze bot telkens wordt herladen. Dus nu hebben we een server op de achtergrond bollen die telkens naar iedere aanpassing gaat kijken in onze files. Dus als we dat hebben gedaan, gaan we eigenlijk het volgende gaan doen. We gaan een simpel commando gaan schrijven die ervoor zorgt dat hij hallo gaat terugschrijven, zoals ik hier heb zitten testen. Dus wat doen we? We gaan hieronder weer een bot gaan gebruiken, dus bot on. Maar dan dit keer niet on ready, maar op een bericht, een message. Vervolgens gaan we deze ook weer asynchroon laten bollen, maar hier ga ik dit keer het berichtje gaan meesturen. Of ja, we gaan het berichtje gaan meesturen. Dan hebben we weer zo'n pijl en dan hebben we weer van die moustaches. En de punt comma niet vergeten. Trouwens een tip, als je Shift-Alt-F typt, dan zie je dat alles mooi wordt uiteengeplaatst. Dus dat is wel een tip voor Visual Studio Code. Vervolgens willen we eigenlijk een commando gaan opvangen.
En dat commando moet alleen maar opgevangen worden als een speler, als een gebruiker het uitvoert. Dus ik wil niet als het de bot uitvoert. Dus if, als, de bot het commando uitvoert, wil ik dat er niks gaat gebeuren. Dus if, dan message.author, of auteur, is bot. Dus hallo, ik moet een bot hebben. Dan gaan we eigenlijk gewoon returnen. Return. Het is heel eenvoudig als een bot een bericht stuurt. Dus als bot bericht stuurt, stuur dan return. Zoiets, ja. Dus dat gaat eigenlijk voor gaan zorgen dat als een bot een bericht stuurt, dat we gewoon gaan stoppen met de code. Dus we gaan eruit. De code blijft wel nog op de achtergrond bollen. Dus je ziet ook dat het automatisch is geüpdate. Nu, ik wil ook dat het niet bij de directe berichten is. Dus als iemand een direct bericht zendt, daar wil ik ook niet dat het in werkt. Dus type if message, dan moet ik hier even kijken, .channel.type is het type DM, direct messages, dan typen we return, dus dan gaan we dat terugsturen. Dus wat staat hier eigenlijk? Als het kanaal van het type DM is, gaan we returnen. Waarom 3 is gelijke? Heel eenvoudig, het moet echt een DM kanaal zijn, dus een direct message. Oké, dat is het volgende. Dan gaan we heel eventjes de prefix gaan ophalen. De prefix hebben we ingesteld gehad op een uitroepteken. Dus dat is eigenlijk de prefix die we ook in onze chat willen hebben op het begin van eigenlijk een commando. Dus we gaan deze gaan ophalen met var prefix. Var prefix is botconfig, dus dat is de botconfig. Punt, en dan gaat hij normaal er aan bijstaan, punt prefix. Dus we hebben die eventjes binnengehaald. Dat is de prefix van de botconfig, het uitroepteken. Vervolgens moeten we het bericht wat we hebben ontvangen, dus het bericht dat we hier in de chat typen, moeten we gaan opsplitsen. En dat doen we als volgende. Dat doen we met var message. Var message array. Dit zijn trouwens namen die je zelf mocht kiezen. Dat ben ik vergeten. De prefix en de message array mocht je zelf kiezen. Dat zijn namen die ik heb gekozen. Message array, array moet wel met een A beginnen, want het is een array. Een array is een verzameling van objecten, een verzameling van bijvoorbeeld woorden. Dus we hebben van message array is het message wat we binnenkrijgen, dus dat is content, message.content.split, en dan met een spatie ertussen. Wat betekent dit? Heel eenvoudig, het berichtje wat je hier stuurt, dat kan uitroepteken, hallo en dan alle tekst erna zijn. En we gaan eigenlijk telkens alles gaan splitsen en dat apart gaan wegsteken. In onze message array, dus in onze verzameling gaan we deze gaan wegsteken. Vervolgens wil ik eigenlijk het commando krijgen en dat staat op de eerste plaats. Want dat is de eerste plaats. Dus je hebt bijvoorbeeld, ik typ dit in. Hallo Jens. Dan heb je de eerste plaats is hallo en dan zien we een spatie. Dan gaan we dat ergens anders in het volgende stukje gaan zetten, is Jens. Dus ik wil eigenlijk het eerste stukje hebben met het uitroepteken hallo, het commando hallo. Dus we doen var comment. Var comment is message array, dus message array. En dan op plaats 0, want het array start vanaf plaats 0. Dus dat is de eerste positie, dat is het stukje commando wat we willen hebben. Vervolgens gaan we alles wat erna komt in stukjes gaan splitsen en dat dan een, ja, gewoon in stukjes gaan splitsen. Dus dat is var variables, of ik ga het var argument gaan noemen zodat we argumenten hebben. Dat is de message array.slice en dan gaan we die gaan slicen vanaf 1. Dus dat betekent eigenlijk dat al hetgeen wat erna komt gaan we er gewoon van afknippen. Of al hetgeen wat ervoor is gaan we van afknippen. Dat was het. Dus het commando zelf, hallo, gaan we er van afknippen. Oké, dan hebben we alle argumenten, hebben we het commando ook al. Vervolgens wil ik het commando gaan laten uitvoeren. Dus dat doen we if dat commando, dus if comment, dat is dit commando. Als dat gelijk is aan, en dan ga ik weer van die backticks gaan zetten. Als dit commando gelijk is aan de prefix, dus het dollarteken, moustaches, prefix, met dan het commando hallo, dan wil ik code gaan uitvoeren. Welke code wil ik gaan uitvoeren? Ik wil eigenlijk een berichtje gaan terugsturen. Dus return message.channel.send. Oh, send gewoon.
En dan ga ik hier het commando, of het, gewoon een berichtje hallo gaan terugsturen en de puntkomma niet vergeten. Dus wat staat er nu eigenlijk? Heel eenvoudig, eventjes teruggaan. Als de bot een bericht stuurt, als het een direct message is, we verkrijgen de prefix, we verkrijgen de volledige tekst die we hier typen. We gaan het commando eruit halen met de message array 0, dus de eerste plaats. Alle rest gaan we er in arguments gaan steken en we gaan het eerste stukje van het commando wegsnijden. Is het commando wat we hier hebben verkregen gelijk aan de prefix, het uitroepteken met hallo, dan zendt de bot hallo. Oké, we gaan eens gaan kijken. Uitroepteken hallo. En de bot antwoordt met hallo. Dat is het. Dus als ik hier nu bijvoorbeeld hallo, ik ze nog wat typ. We gaan hier dan even wachten. Bot is terug online. Hallo, dan zie je hallo. Kijk eens aan, we hebben dus onze eerste Discord-bot aangemaakt. Ik had een paar probleempjes met het installeren, maar dat heb ik al weggekregen. Dus zo maak je heel eenvoudig een Discord-bot aan. Het is niet moeilijk, het is vrij makkelijk. Het is ook niet moeilijk om te begrijpen hoe je een Discord-bot maakt, maar je moet wel een beetje kennen van codering. Heb je toch nog steeds vragen van, ja, weet ik veel, Jens, ik begrijp dit nog niet, Jens, ik begrijp C nog niet of Flan nog niet, laat het mij alsjeblieft weten hieronder. Ik help heel graag. En kom naar mijn Discord-server, want daar is een apart helpstukje. Dus als we even naar mijn Discord-server gaan, hier is een apart hulpstukje. Vraag hier je vraag. Ik probeer altijd te antwoorden op iedereen die mij een bericht stuurt. Ik probeer dat zo goed mogelijk. Maar we zijn eigenlijk op het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Laat mij weten wat jullie zeker de volgende dingen wilt zien in een Discord-bot. Ik heb al een paar dingen gepland, dus die ga ik sowieso zeker en vast gaan doen. Maar mijn naam is Jens. Ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Gelieve dan een duimpje mochten doen. Draag ook in één keer dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker en vast niet dat belicoontje eventjes aan te raken. Ik was mijn bel even kwijt. Mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei! Door al die problemen 40 minuten op het nemen.